Hoi, we zijn nu bij het ziekenhuis, hier achter mij. En ik ga nu dus heen voor mijn uitslag van mijn controle. Als je bij de kinderarts komt, nou dan, wat moet je daar dan doen? Nou, dan doen ze dus controles en ze meten me ook op en kijken hoeveel ik weeg. En dan laten ze ook zien wat mijn, hoeveel mijn cholesterol is. Vlog over hypocholesterolemie. Dit is mijn zoon Dio. Ja. Hoe oud ben je? 12 jaar. Oké. Okay. En hij heeft dus familiair hypocholesterolemie. Daar zijn we achter gekomen toen hij 8 jaar was. Want je kunt je eigen gaan onderzoeken als je 8 bent. Ja. Ja. En we zijn hier dus achtergekomen omdat mijn vader deze aandoening had. En daardoor ben ik erachter gekomen dat ik draagster ben van dit verkeerde gen in je lijf. Waardoor je kinderen dus ook onderzocht moeten worden hiervoor. En de kans is natuurlijk 50-50 dat, dank je Loenie, 1 op de 4 kan het krijgen. Dus vandaar. Dus wij gaan een beetje in het klein uitleggen wat het is samen. Ja. En wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken als je dit dus hebt. Wat het is een te hoog cholesterol. En je hebt natuurlijk LDL en HDL. En LDL is het slechte cholesterol. En door het afwijkende gen wordt dat eigenlijk constant aangemaakt. En cholesterol is een bouwstof in je lichaam voor aanmaak van bepaalde hormonen en voor opbouw van de cel. En het wordt in je lever aangemaakt. Als je dus bloed gaat prikken, heb je waardes. En Dio gaat vertellen. Ja, dus waardes, dat zijn dus eigenlijk een soort van getallen gewoon die je hebt. En nou normaal, als je dus geen hypercholesterolemie hebt, is het dus normaal gewoon 5.0. Ja. En als je dus sterk verhoogd hebt, dus je hebt dan hypercholesterolemie, dan is het vanaf 8.0. Ja. En ja. Toen we Dio dus gingen laten onderzoeken, dan wordt er dus als eerst bloed geprikt. En dan gaan ze dus eerst kijken van, goh, wat is je waarde? En Dio zat toen al op, 6? Zou kunnen, ja. Volgens mij wel. Dus toen hadden ze zoiets van, dan gaan we maar uit voorzorg vast beginnen, hè? Ja. Ja. Dio, kun je de oorzaak vertellen van... Oorzaken zijn dan, heb je dus een erfelijk aanleg, dan heb je het misschien van je opa of moeder of vader gekregen. Nou ja, eigenlijk kun je het alleen van je moeder krijgen, want vaders geven het niet door, want die krijgen het juist. Vrouwen die geven het dus door. Maar vrouwen kunnen het ook wel krijgen hoor, maar dat komt veel minder vaak voor als bij mannen. Ja. Dan bij mannen. Het kan ook komen door een trage schildklier. Of door diabetes, dus een suikerziekte. En soms is er ook soms kan het ook komen door een gebruik van een medicatie die je gebruikt. Ja. De symptomen. Dus hypocholesterolemie heeft geen specifiek symptoom. Daarom is het ook best wel lastig om erachter te komen. Het kan leiden tot vaatbeschadiging, zoals aderverkalking. Dit kan dan wel weer gevolgen hebben, want hoe meer je een soort van plak in je aderen hebt, dat krijg je dus niet zomaar weg. Wat krijg je dan? Een hartinfarct, trombose of een herseninfarct. Ja, en als je een van die dingetjes krijgt, dan ben je wel verder van huis. Hier een plaatje met een ader zonder cholesterol en met cholesterol. Op de bovenste ader zie je een gezonde ader. Daar zie je het bloed gewoon normaal doorheen stromen. Op het tweede plaatje zie je een ader
met een al te hoog cholesterol. Hier zie je dat de ader al langzaam aan het dichtslippen is met plak. Op de onderste ader zie je dat het eigenlijk al te laat is. Daar is de plak al zoveel vermenigvuldigd dat de ader is dichtgeslipt. Dus je ziet ook dat het bloed dus niet meer verder kan. En ik dacht, doe eens gek, we hebben nog een plaatje. Bij een extreem hoge cholesterolwaarde kunnen er onderhuidse cholesterolophopingen ontstaan. Dan krijg je last van zwellingen en dit met name op je pezen. Bij familiair hypercholesterolemie kan het ook zijn dat je een kring op je horenvlies krijgt. Dat zie je rechtsbovenin. Dus we hebben hier trouwens wel aantekeningenblaadjes, want anders kunnen we het allemaal niet onthouden. En, kun je ook vertellen, behandelingplan? Jaarlijks ga ik dus bloed prikken. En dan moet ik ook op controle bij de kinderarts. Hoi, we zijn nu bij het ziekenhuis, hier achter mij. En ik ga nu dus heen voor mijn uitslag van mijn controle. En ja, ik ben er heel benieuwd naar, want ik heb hypercholesterolemie. En dan heb ik... Kan je wel snel uitspreken, zo? En dan heb ik dus een verhoogd cholesterol. En daar slik ik dus medicijnen voor. En we gaan nu dus dadelijk kijken of het gewerkt weer gewerkt heeft. En of mijn cholesterol gewoon goed is en normaal. Dat niet verhoogd is. En dat niet verhoogd is en zo. Ja. Ja, spannend, hè? Ja. Straks een update. Wat doen ze bij als je bij de kinderarts komt? Nou, dan, wat moet je daar dan doen? Nou, dan doen ze dus controles en ook, ze meten me ook op en wegen, kijken hoeveel ik weeg. En dan laten ze ook zien wat mijn, hoeveel mijn cholesterol is. Volgens mij was het de laatste keer rond de 2,5. En dat is dus gewoon goed. Dus dat betekent wel dat mijn medicatie goed werkt en dat ik die dus gewoon in moet blijven nemen. Maar dit is wel iets wat je hele leven moet blijven doen? Ja, ja. Anders wordt het alsnog verhoogd. Ja, ja. Oké. Volgens mij is het wel klaar, of niet? Ja. Theo, ik hoorde zo'n vraag. Theo heeft net zijn controles gedaan. En die waren wel goed op zich. Hoeveel woog je? 33. Oh ja. 30. Oké, en je bent 1,44 lang. En zijn bloeddruk was ook goed. Ja, dus nu wachten we op de arts. Wat zij te vertellen heeft. En dan zien we weer verder. Tot zo. Uitslagen waren goed. Yay! Nog lager als verwacht. Ja. Dus... over een jaar moeten we weer terug. En hopen dat het dan nog steeds goed is. Ja. Maar we gaan zo door. Ik ben blij. Ik ben blij. Ik ook. Yay. Deo gaat jullie even laten zien welke medicatie hij heeft. Ja. Dit is dan dus mijn medicatie. En het heet... Kijk, iets beter in beeld. Oh. Zo. Ja. En het heet Pravastatinenatrium. Pravastatine. Oh. Die hoeft niet per se. Oh. En ja, dat neem ik dus iedere avond in. En hoeveel milligram krijg je? En ik krijg 20 milligram. En die pillen zien er dan zo uit. Ja. En die neem ik dus iedere avond eentje in. Ja, en gaat het gewoon best goed met een beetje water. Ja. Nou ja, eerst was het wel even wennen, want toen ging het dus nog niet altijd even goed. Dan vergat hij hem wel eens natuurlijk. Ja, of kon ik het toch niet zo goed innemen. Maar ja. Nu gaat het dus wel gewoon goed en doe ik het dus ook gewoon iedere dag. Ja. Ja. Dat was volgens mij wel een beetje. Ja. Ik zit te denken.
ik moet natuurlijk ook mijn andere kinderen laten testen en onderzoeken. Want ja, ze kunnen dan uit het DNA, kunnen ze zien of dat ze de erfelijke aandoening ook hebben. Ja. En je moet natuurlijk ook op je eten letten. En niet te veel drinken en ook niet gaan roken, want dat heeft niet te veel drinken. Je moet toch drinken? Ja, maar alcohol en zo moet je ook niet drinken. Ja. En ook niet roken, want dat heeft dan ook een sterke invloed daarop. Ja. En veel vet eten, dat is ook niet goed. Waar je vooral op moet letten is dat je mager vlees eet en met mate snoept. En ja, jij bent dan nog niet zo ver met alcohol en roken of weet ik veel wat. Maar ja, daar moet je dan ook gewoon rekening mee houden. En ja, en wat mag je niet? Grapefruit, want dat heeft dus invloed op mijn medicatie. Ja, en dat is een hele belangrijke. Dus ja, als we sapjes drinken of iets met fruit, dan mag daar gewoon absoluut geen grapefruit in zitten. Nou, vroeger wisten ze nog niet zo heel veel hoe ze moesten behandelen. Maar ja, naarmate de tijd verstreken is, kunnen ze voor het zoveel. En zijn ze er ook op tijd bij. Maar ik vind hypercholesterolemie, daar hoor je niet veel over. En vooral niet bij kinderen. Dus vandaar dat we deze vlog eigenlijk gemaakt hebben. Dus als er nog meer kinderen zijn met hypercholesterolemie en totaal niet snappen of niet weten wat het inhoudt, dan hopen wij dat wij een beetje uitgelegd hebben van wat het is en wat er gaat gebeuren en wat je moet doen. Ja, dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja. En dat jullie een beetje wijzer zijn geworden. Hè? Ja. Ja. Heb jij nog iets te vertellen? Nee. Nee? Oké. Ja, niet bang zijn als je bloed moet prikken. Nee joh, stelt helemaal niks voor, toch? Nee, nee. En sowieso, als je het elk jaar moet doen, dan raak je daar ook zo aan gewend dat je bijvoorbeeld met de vinger in je neus naar het ziekenhuis gaat om je naald in je arm te laten prikken. Toch? Ja. 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 Doei. Doei.